een uitstapje maken, Thijs, want we verleggen even de focus van deze tiende speeldag naar die van vorige week nog eens. Want we gaan een wedstrijdje inhalen, met name Waasland-Beveren tegen Eupen, Jelle Maas tegen Sven Roasted. Klopt, en de kans voor Jelle Maas om hier zijn eerste driepunter te pakken tegen Sven Roasted, die goed aan het seizoen begon, met een overwinning zelfs nog tegen Abdullah Vaiz, als ik me niet vergis, maar dan een klein beetje... Sven Roasted bedoel je, sorry? Ja, of was het een gelijkspel? Het was tegen Zak Bentato. Tegen Zak Bentato, maar dan een klein beetje in elkaar gezakt is en weinig goed voetbal nog op de mat brengt. En Jelle Maas die heeft wel een beetje geoefend tegenover het begin van het seizoen. Puntje gepakt tegen Geoffrey Megou. Beetje onverhoopt, maar toch, een punt is een punt. En gaat hij vandaag wel voor die driepunter kunnen gaan, want Capi Torres deed het hem al voor tegen Sven Roasted. Ja, absoluut. En ja, Jelle Maas hij zal denk ik wel het balbezit krijgen van Sven Roasted. Dus ik ben benieuwd wat hij ermee gaat doen. Het balbezit gaat hij zeker krijgen. Sven Roasted, ja, we kennen hem. Hij speelt graag vanuit zijn zetel en countert graag snedig met niet al te veel franjes en fantasietjes. En Jelle Maas, ja, die gaat vooral moeten durven. De juiste paas op de juiste moment durven geven. En dan de emoties een klein beetje buiten kijf laten vandaag. Ja. Dat die niet te veel naar boven komen. Want dat hebben we ook al gezien dat zijn controller er, of zijn bureau er dan al eens aan mag geloven. Dat moet hij eruit halen. En dan wat durf tonen. En dan kan hij vandaag wel een resultaat neerzetten, denk ik. Ja, absoluut. Het is een van de twee jongens die nog geen zege wist te boeken in deze Proximus E-Pro League. Jelle Maas, 1 puntje genomen tegen Geoffrey Megou. Dat weten we. En de andere is B&B Kylie van KV Oostende. Die staat de laatste met 0 punten. Dus ja, als Jelle Maas zijn eerste driepunter van het seizoen wil boeken, Sven Roasted is wel een potentiële tegenstander waar hij die kan boeken. Zeker en vast. Hij moet natuurlijk nog tegen Oostende, tegen Cercle Brugge, denk ik, en ook tegen Beerschot. Maar dit zou een goed begin kunnen zijn. Dan komt hij met 4 punten te staan. 1 puntje daarvan is echt wel gewonnen, hoor, tegen Geoffrey Megou. En dan kan je opnieuw beginnen bouwen. Absoluut. Maar Sven Roasted is natuurlijk niet van gisteren. Hij wacht heel graag af op het foutje van de tegenstrever. Laat Jelle Maas nu net iemand zijn die gemakkelijk een foutje durft maken en ook zich heel gemakkelijk daarin kan opwinden. Dat is allemaal koren op de molen van de enige Duitsstalige speler in de Proximus E-Pro League. Dus dat vooral. Hè. Hij heeft graag dat zijn tegenstander wat ongeduldig wordt en dat foutje begint te maken, omdat hij iets probeert te forceren tegen een muur. Er staat echt wel een muur, hoor, bij Sven Roasted. En dat wordt de grote moeilijkheid voor Jelle Maas is om vandaag zijn spel te spelen en zijn wil op te leggen aan Sven Roasted in de hoop dat Sven Roasted 1 of 2 keer misstap begaat. Af en toe zijn er barstjes in de muur van Sven Roasted. Denk maar aan de fameuze 6-2 van Miran tegen de jongen van Eupen. Hopelijk heeft Jelle Maas daar inspiratie uit kunnen putten. Ondertussen zijn de twee de laatste hand aan het leggen aan hun formaties. Bij Sven Roasted kennen we het verhaal, de 4-4-2. Mm-hmm. Dat is een verhaal dat we al een heel seizoen kennen. Is ook een beetje gecoiffuurd geweest. Ik denk dat iemand met de tondeuze over de haartjes van Sven Roasted is gegaan. Het mag nu ook natuurlijk weer. De kappers zijn opnieuw open. En wie weet had hij al een afspraak gemaakt een paar maanden geleden om zeker te zijn dat hij op dag 1 erbij was. Jelle Maas, Sven Roasted. Ik durf niet voorspellen wie hier gaat winnen, Thijs. Ik durf het ook niet te voorspellen. Dit is een ongekende factor nu. Ja, inderdaad. Ik ga geen gokje doen zelfs. Nee, ik ook niet. Ik durf het echt niet. We kunnen er ons alleen maar aan verbranden. Maar we kunnen vooral hopen voor Jelle Maas dat hij nog eens een goede prestatie op de mat kan neerzetten tegen deze Sven Roasted. Benieuwd of hij iets gaat kunnen doen met het initiatief dat hij gaat krijgen. Is naar zijn ultra-defensieve modus geswitcht meteen. Ja. En dat was een 5-3-2, als ik me niet vergis. Ja, dus, dat kan er een balletje uitzakken waarschijnlijk. Dus we zien wel in hoeverre dat zal verandering brengen voor Jelle Maas. Ja, er is een mannetje vanuit het middenveld gezakt. Ja, die vijfmansverdediging. We hebben al bij meerdere spelers gezien dat ze richting die opstelling zijn geswitcht en sindsdien beter spelen. En die flanken moeten nu wel goed gebruikt worden. Het is wel Eupen met de overname. Kayembe. Ja, goede steekbal. Een 3. Daar is dat achterlijntje om te halen. En de goede tackle van Leuko, dat was nodig, want de 45 zat er aan te komen. Ja. De lange bal dan maar, of beter gezegd de hoekschop. En de bal bijna daar voor de voeten van Kayembe. Ik denk dat we een nieuwe hoekschop gaan krijgen. Ja. Hij geeft hem kort nu. Nuhu.
Dat was geen buitenspel van een 3, maar dat scheelde volgens mij niet zo heel veel. Waarom wacht hij nu zo lang? Peters. Er is wat ruimte centraal. Nuhu. Nee, daar zat Heijmans tussen. Paaslijn naar Preveljak. Onderbroken. En dan zitten we aan de linkerkant. Bij Vrij. En dan ja, is het Seintje, moeten we het zo uitspreken, Thijs? Of, geen idee van. Het is alleszins een debuut bij iemand bij Waasland Beveren. Het ontgaat me even wie het is juist. Onze excuses daarvoor. Een gooi. En Preveljak. Kanyembe met de opening. En daar is Beck. Peters. Krijgt hem terug van Nuhu. Preveljak. En een gooi. Het passingspelletje van Sven Roosted, dat hij zo graag uitvoert. Hier is wel Nuhu. Nuhu geven. Oh, hij had hem moeten geven aan een gooi. En hij kan hem toch nog uiteindelijk scoren. En dan is er nu al meteen frustratie bij Jelle Maas. Dat is heel vroeg in de wedstrijd. Maar het staat dus wel degelijk 0-1 voor Eupen. Ja, compleet zijn eigen schuld. Hij houdt vast aan die CDM om daarmee te gaan verdedigen. En hij switcht dan te laat naar zijn verdediger. Waardoor ja, Sven Roosted eigenlijk gewoon rechtdoor kan lopen. En dat balletje kan afgeven. En dan is het makkelijk binnenschieten. Maar dit is... helemaal op de konto van Jelle Maas, hoor. 0-1 voor Eupen. Niet zo heel goed verdedigd door de gamer van Waasland Beveren. En achtervolgen geblazen, dat is niet leuk tegen Sven Roosted. Vrij met de opening. Een goeie. We zullen hem tot maar Seintje noemen, zeker. Bijna een beetje geluk met de bal nog. Blijft bij de bal, ondanks de interceptie van Amat. Effort. En dan verliest hij hem, een gooi. Kleine counter van Sven Roosted. Doet rustig en dan steekt hij de bal goed naar voren. En een 3 kan hier op de flank Preveljak zoeken. Preveljak wordt bediend, Preveljak kan hem achterleggen. En maar goed. Niet scoren, ja dat was... gezeten door Waasland Beveren en Jelle Maas. Die dan opnieuw aan het balbezit kan. En ja, toch een foutje bij Sven Roosted, dat zie je niet vaak. Dan Seintje, ja, ik ga hem Seintje noemen. Ja, maar het is ook Seintje. Het is een Nederlander, Jeremy Seintje. Die is in de wintermercato hebben weggeplukt bij het Nederlandse Heracles Almelo. Wordt gehuurd van Heracles. Dus dat is dus een nieuwe naam. Maar opletten, Preveljak wil hem eens met een lopje proberen. Lathouwers, die staat zelfs in de goal. Maar dat doet hij niet goed. En een gooi kan bijna het afstraffen wat Lathouwers daar doet. Dus een paar debutanten in de ploeg van Eupen. Of beter gezegd van Waasland Beveren, sorry. Met Seintje en met Lathouwers dus. Dat zal ook te maken hebben met die nieuwe opstelling natuurlijk. Dat daar een nieuwe jongen moet komen depaneren. Ja, ook Nielsen centraal achteraan bij Waasland Beveren. Volgens mij ook nog niet te vaak gezien in de ploeg van Jelle Maas. Heijmans. Opent niet naar Seintje, maar Vrij. Die dan in de val loopt van Sven Roosted. En dit doet hij graag. Hè. Sven Roosted dat balletje diep steken naar een 3. Weinig mensen tot nu toe in de box, maar geeft hem heel goed. En het wordt 0-2. Nee, Lathouwers kan hem redden. Maar in de herneming kopt Sven Roosted. Dan toch de bal binnen. En 0-2 nu al voor... Kas Eupen, dit ziet er niet goed uit voor Jelle Maas. Zeker en vast niet. En Sven Roosted doet eigenlijk wat hij altijd doet. Die flank opzoeken, die achterlijn aflopen en dan dat balletje afspelen. En dan de eerste paas is goed. Preveljak werkt niet af, tot mijn verbazing. Maar dan de tweede bal is opnieuw voor Eupen, al heel de wedstrijd eigenlijk. En dan is het binnengekopt 0-2. En Jelle Maas, die doet aanvallend eigenlijk niets, om eerlijk te zijn. Die verliest iedere bal dat hij... langer dan een halve minuut in zijn bezit heeft. En verdedigend laat hij ook veel te veel steken vallen. Hij geeft zoveel ruimte aan Sven Roosted, die niet veel ruimte nodig heeft om dat doelpunt te maken. Dus daar moet hij zich toch verbeteren. Je ziet ook al de frustratie op zijn gezicht. Dus ik vrees dat ook de komende 60 minuten geen gemakkelijker gaan worden voor Jelle Maas. Nee, nu al 0-2 achter en heeft eigenlijk zelf nog niets klaargespeeld aanvallend. Dat er dan ook nog eens bij. Moest hij nu al een paar goede kansen gehad hebben, zou je nog zeggen, oké, er is misschien nog hoop in de wedstrijd. Maar Thijs, ik vrees het er echt wel voor, hoor, voor Jelle Maas in deze wedstrijd. Ja, die goede kansen ontbreken momenteel nog. Effort mag er verandering in brengen. Nog steeds Effort, maar gaat zich te pletter lopen op Senamiyange. Zeker geen penalty. Er wordt voor geappelleerd in de virtuele freight heel.
Het is Adriano nu. En dan zijn er weer een paar jongens van Eupen mee. En dat zijn er heel wat tegen maar drie verdedigers van Waasland-Beveren. En dan speelt Sven Roos dit niet goed uit. Want hij dwingt eigenlijk helemaal tot een interceptie. En hier is wel Preveljak en hij gaat toch nog scoren hoor. Nee, Lathouwers. En nog eens in de herneming. Oei. Dat stoot twee keer toe. Een verloren bal die Sven Roosted kan binnentikken. Dit is om je controller van weg te gooien. Ja, kan hij misschien straks nog doen. Maar op dit als Sven Roosted op dit elan doorgaat, dan gaat het 0-5, 0-6 worden. Want iedere aanval is goal, omdat Jelle Maas eigenlijk verdedigend weinig doet. Aanvallend iedere bal verliest opnieuw. En enorm gefrustreerd. En het gaat alleen maar erger worden, vrees ik. Dat is vrees ik het grootste probleem bij Jelle Maas, die coolness bewaren. Want dat is toch echt wel... Oei, Kayembe. Wordt het 4-0. Een gooi, ja, die gaat er net niet door glippen. Ja, het is natuurlijk ook moeilijk om je focus te behouden als je zo snel 0-3 voorkomt. In FIFA kan veel, maar door een speler lopen, dat lukt nog niet. Ja, er zijn illustere voorbeelden. Er zijn glitches. Okay. Maar voorlopig in de Proximus E-Pro League lukt het nog niet. Kayembe uitvoetballend. Het worden de laatste seconden van de eerste helft en 0-3. Ja, dit is nu al boeken toe voor Jelle Maas, hoor. Boeken toe, hoor. En zeker als hij zich mentaal niet kan herpakken. Er zijn vaak coaches die zeggen in de rust, het is terug 0-0. Hè. We beginnen aan een nieuwe wedstrijd. Maar ik vrees dat Jelle Maas die knop niet zo snel kan omdraaien. Sven Roosted daarentegen zit er weer bij als het ijskonijn dat hij is. Ja. En hij speelt heel zakelijk. Maar kijk, 9 shots waarvan 6 on target tegenover 0 bij Waasland-Beveren. Dit is... Ik ga het op zijn Bob Peters zeggen, Thijs. Dan weet je dat het moeilijk wordt. Ja, daar heb je compleet gelijk in. Dit is... Voilà, Bob Peters heeft altijd gelijk. Ja. Ik denk dat bepaalde coaches zoals Stijn Vreven daar anders over gaan denken. Albanese is er onder meer opgekomen en Fauché in de plaats van Effort. En zo zijn er een paar nieuwe namen in de ploeg gedropt door Jelle Maas bij het aanvatten van de tweede helft. Peters met het steekballetje naar Ngoy. Krijgt hem terug. Kayembe. Ja, voor Sven Roosted is er geen veldje aan de lucht op dit moment. Nee. En ik zie hem nog echt wel tot een aantal extra kansen komen in deze tweede helft. Ja, en dit is een beetje onverhoopte bal die toch goed valt. En dan doet hij dit ermee. De Fournier kan hem oprapen. Ja, en als hij Jelle Maas een beetje heeft gevolgd, dit is nu niet zo heel goed. Dit is net geen buitenspel. Nee, de vlag blijft beneden. Nee, ze is in de hoogte. Nee, het doelpunt gaat niet door. Toch wat slordigheden nu bij Sven Roosted, maar ik denk dat dat normaal is als je 0-3 voorstaat na de eerste helft. Ja, hij frustreert heel graag de tegenstander en als hij Jelle Maas een beetje heeft gevolgd in de competitie, dan weet hij natuurlijk dat hij heel makkelijk gefrustreerd geraakt. Dus dat moet hij gewoon blijven doen. Jelle Maas frustreren tot het einde van de wedstrijd. Kayembe. En dat balbezit houden, dat is ook zoiets natuurlijk dat zorgt tot de nodige frustratie. Een 3, dat doet hij goed hoor. Dat doet hij goed. En een gooi. Scoort bijna de vierde. Ja. Fauché nu. Naar waar? Naar de linkerkant dan maar, bij Leco. Ik denk dat Jelle Maas ondertussen al lang van zijn 5-3-2 is afgestapt. Ik denk het ook, ja. Dat is een plannetje dat snel in de koelkast is gestopt. En volgens mij een plannetje dat... niet meer zal bovengehaald worden. Ja, voor de ene kan het werken, voor de andere niet. Hè. Klopt. Het is nu eenmaal zoeken. Is één ding ermee leren spelen is iets anders. Ja, natuurlijk. Absoluut. Ik speel heel graag en ik ben eraan verknocht aan die 4-2-3-1. Iemand anders die gaat liever die 4-4-2 of die 5-3-2 zoals we hier nu heel vaak zien. Ja. Albanese. En Heijmans. Goeie opening. Gewacht. Oh, dan is die bal te ver. We zouden eigenlijk eens moeten horen wat Jelle Maas allemaal zit te roepen nu. Dat zou ook nog aparte televisie opleveren, denk ik. Aflevering op zich. Ja, dit doet hij goed, hè, Sven Roosted. Dit doet hij heel goed. De Fournier. De lange bal dan maar. Dit is vreemd, maar oké. Overname Waasland-Beveren. Sven Roosted duwt op de pauzeknop.
Maar Jelle Maas is het natuurlijk is een beetje het noorden kwijt. Ja, hè. Maar hij heeft nog geen 5 passes naar elkaar gegeven, denk ik, in deze wedstrijd. En Sven Roos, veel moeite lijkt hij niet echt meer te doen. Want een paar slordigheden die je niet van hem verwacht. Dit is zo voorspelbaar ook. Koita. Fauché. Er zit wel wat in hoor voor Jelle Maas. En dan een heel-to-heel. En dan is er geen sprake van een penalty. Miyange met de goede interceptie. Preveljak. Preveljak, wordt het dan toch 0-4? Nee. Hij weet het ook. Het was geen goede beslissing. Maar ja, wat zeg je tegen zo'n moment als het 0-3 staat? Ja, inderdaad. En onlangs zat Mr. Doury hier aan je zijde. Dat is een gekende FIFA-coach. Moet ik me misschien eens het nummer van Jelle Maas doorspelen? Goeie bal. Nee, net te ver. Ik wil zeggen, het was een goede steekbal. Daar op de flank loopt iemand door, ja. Ja, daar is dan de steekbal tot bij Nuhu. Een gooi. Doet hij goed, hè, dat balletje bijhouden. Geen buitenspel nu. Nuhu gaat door. Balletje blijft binnen. De tik terug, Peters. Kayembe. Het is daar allemaal wat samengetroept. Preveljak. Achterlijntje halen was de bedoeling. Leuko zit ertussen. Laatste kwartier is al ingegaan. En Albanese loopt op Miyange, loopt zich constant te pletteren in deze wedstrijd. Het is zo voorspelbaar. En dan op dat soort momenten moet je die bar wel doen. Even teruggaan naar ademhappen en dat spel op een andere manier proberen te spelen. Maar gewoon vooruitrennen tegen Sven Roset, ja, dat gaat niet lukken. Nee. Ja, het is 0-3 nog steeds. Alle goals vielen in de eerste helft. En Sven Roosted die heeft gewoon gekozen voor de controle eigenlijk. Ja. In die tweede helft niet echt veel meer aanstalten gemaakt naar voren toe. Nog één grote kans, denk ik, die dan goed gepakt werd. Maar je moet ook niets doen. Jelle Maas, zelfs in die tweede helft, dat je denkt, je begint met 0-0 opnieuw, heeft aanvallend eigenlijk heel weinig gebracht. Sinani, opnieuw loopt hij zich te pletter. Amat, die ertussen zat, Kone. Dat draait goed uit voor Sven Roosted. Peters. Oei. Slechte paas. Nee, ook de scherpte bij Sven Roosted is er wat vanaf. Dit zie je van mijlenver aankomen dat hij die tweede spits eraan speelt. Kools. En Beck stuurt een 3 weg. Ja, die gaat dat flankje constant lekker af hoor. Goeie bal op een gooi. Terugtikken of niet? Oh la 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 la. Nee. Uiteindelijk raakt hij er niet door. Minder dan 10 minuten in de wedstrijd. Jelle Maas komt niet meer aan de goal van Sven Roosted. En Kone die gaat nog scoren of niet? Nee. Voorlangs. Vreemde misser. Heeft Jelle Maas nu eigenlijk al op de goal getrapt? Ik denk het niet. Kone nu neemt de bal over. Nielsen. En Leuko. Albanese, goed gedaan. Vrij. Dit is beter. Heijmans. Dat was even ruimte en dan, ja, dan moet je die paas cancelen. Op het moment dat dicht gegooid is. Dit is een gooi. Ja, een gooi doorgaan. De keeper komt uit. Een gooi. Score. Nee. Lathouwers zit ertussen. Sven Roosted is zelf niet blij met de manier waarop hij die kansen uitspeelt. En vooral of niet uitspeelt. Die tweede helft gewoon aanvangt. Dit is ondermaats eigenlijk in de hele tweede helft. Oké, Jelle Maas zit er weinig tegenover. Maar eigenlijk mag je die laatste 45 minuten niet zo nonchalant aanvangen. Jelle Maas gaat zelfs geen doelpunt scoren, want gaat niet meer aan de goal van de Fournier komen. En zelfs de aanval van Eupen die gaat niet meer door. Het is het einde van de wedstrijd. En de beide goals zijn gemaakt door Julien Ngoy. De 3 goals die Eupen scoorde, allemaal in de eerste helft gevallen. De tweede helft was... Simpel samengevat, een maat voor niets. Maat voor niets, inderdaad. Jelle Maas heel weinig tegenover Sven Roosted gezet. Die heel sterk aan de eerste helft begon. Zich niet heeft laten doen. En eigenlijk het initiatief voor een keer heeft genomen. En dan heel snel de wedstrijd doodgedaan. En Jelle Maas, dan weet je, raakt hij gefrustreerd. En is het eigenlijk wedstrijd gedaan. En ja, ik had meer verwacht. We hadden inderdaad meer verwacht van de prestatie van Jelle Maas, die voorlaatste blijft in de Proximus e-Pro League met dat ene puntje dat hij wel haalde tegen Geoffrey Megou. In de plaats daarvan hebben we Sven Roosted, die nu op 9 punten komt in het klassement en in de buurt komt van Miran.
die straks zijn tenen mag uitkuisen in de laatste wedstrijd van deze speeldag tegen Nikom van AA Gent. Daartussen zitten nog een aantal andere wedstrijden. Jelle Maas gaan we niet meer zien voor zijn wedstrijd van vandaag. Die wordt uitgesteld naar volgende week, de wedstrijd die eigenlijk voor vandaag gepland stond. Het wordt zometeen opnieuw Eupen, die mag gaan spelen, Sven Roosted, tegen B&B Kylie. Dus ja, eigenlijk, Sven Roosted kan een hele goede zaak doen in het klassement vandaag. Op één dag tegen twee rechtstreekse concurrenten in die, ja, die rechterkolom, toch? Moet hij eigenlijk 6-6 pakken? En hij is goed op weg nu. En als hij zo speelt tegen B&B Kylie, dan zit een overwinning er ook wel dik in. Maar B&B Kylie wel vorige week 3 goals gemaakt tegen Abdullah Waiz. En als je dat kan tegen Abdullah Waiz, ja, dan kan je dat eigenlijk ook tegen Sven Roosted. Hij mag het gaan bewijzen straks voor dus de wedstrijd van Eupen tegen Oostende. Tot zo.